Genieten van het teun. Ja. En een beetje aan de tijd denken. Daar staat een teller. Heb ik 3 minuten? Nee, die heb ik over. Die krijg jij erbij. Ja? Dank u wel. Oké. Okay. En terwijl de wereld doorgaat en met grote snelheid om haar as draait, sta ik even stil. Terwijl de aarde zich verplaatst door de ruimte met 30 km per seconde, besef ik weer eens, het leven is een wonder. Hoe meer ik erbij stilsta, hoe meer ik het bewonder. De zon die ondergaat en de volgende dag weer opkomt. Die bijzondere ster die altijd blijft branden. Die op precies de juiste afstand van de aarde staat, waardoor we niet bevriezen of verbranden. Zijn licht en warmte laten bomen en planten zuurstof geven door fotosynthese. Ja, adem maar even in en wees dankbaar voor de dampkring. Sta eens even stil en stel jezelf de vraag. Waarom is er in de atmosfeer zoiets als de ozonlaag? Een schild dat ons beschermt tegen de schadelijke straling van de zon. Wanneer dat er niet zal zijn en niets meer leven kon? En denk eens even hieraan. We weten nog steeds niet hoe je water maakt. Maar het is er en ik kan niet zonder. Nog zo'n wonder. Water door de zon verdampt, veranderend in wolken die het land voorzien van regen. Zonder dit systeem zou het land zijn droog gebleven. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Denk aan fruit wat je kunt eten. Zaad dat je kunt planten en vervolgens kunt oogsten. De 4 seizoenen en oogststrelende bloemen in alle kleuren en met heerlijke geuren. En de bijen die ze bestuiven. En ik dit alles waar kan nemen met mijn 5 zintuigen. Zien, horen, voelen, proeven, ruiken. Is het allemaal geluk? Of is dit alles geschapen? Gewoon een lucky planet? Of is er toch een maker? Die alles zo perfect in elkaar heeft gezet. Ik ben even stil en ik besef dat deze samenhangende, geordende systemen van de zon, onze aarde, de natuur en het leven moet gemaakt zijn door een intelligent en machtig wezen. Er is veel wat ik niet begrijp en mijn beperkte brein overstijgt. Ik voel me klein. Richt mijn gezicht naar het licht en de warmte van de zon die nog steeds schijnt. En weet in het diepste van mijn wezen, er moet een God zijn. Ik ben Teun en ik mag boer zijn. En terwijl de... Een boer zijn op een kringloopmethode, wat jullie met een duur woord noemen circulair, is bij ons een kringloop. En hoe werken wij? Wij zijn een boer die gericht is op een rentmeesterschap, zoals wij denken dat het moet zijn. Op ecologisch, economisch, technologisch verantwoorde wijze. Waardoor wij, zeg maar, dat kleine stukje dat we hier hebben, die 80 of 100 jaar dat we hier mogen leven, er zo mee omgaan dat we niet de boel beheersen, maar op de juiste manier beheren. En beheren betekent gewoon een gezonde balans. Balans in alles wat we hebben ontvangen. En voor mij is het moment geweest, 15 jaar geleden, dat ik een half jaar een sabbatical jaar had genomen. Verkeerde in de gelukkige omstandigheden dat ik kon. En toen is er een verandering gaan plaatsvinden in het boeren bij ons op een kleine schaal. Wij kochten de kalveren van de biologische melkveehouders. En dat was voor hun een restproduct, het kalf, omdat zij melk produceerden. En toen dacht ik, dit mag niet zomaar in de vleeshandel terechtkomen. Want dit is vlees wat op een gezonde manier naar buiten gekomen is, waar de boeren bewust mee voor gekozen hebben. En hoe kan ik dit restproduct, hun niche-markt, gaan verwaarden zonder antibiotica's, zonder medicatie, zonder alles waar wij groeistimulerend mee willen werken. Maar hoe durven wij te gaan vertrouwen op de lepmaag, de boekmaag, de netmaag en de pens die een koe heeft, de filters en de gang van het voer. De voederconversie is de hoeveelheid voer die een koe eet om 1 kilo vlees te realiseren. U begrijpt, ik ben geen vegetariër, ik ben de 5e generatie slagerij. Mijn dochter is wel vegetarisch, dus die moet het huis uit. Nee hoor, ik hou van haar. Ik probeer dat iedereen in zijn waarde te houden. Ik heb 3 zonen en een dochter. En we zijn op een kleinschalige manier 15 jaar geleden begonnen. En we mogen nu beheren over 360 hectare. En we hebben ongeveer 170.000 dieren.
waarvan er ongeveer 168.000 bijen zijn. Om de biodiversiteit, zeg maar, over de landen die wij mogen beheren en als rentmeester mogen invullen, zijn wij begonnen, zeg maar, met bijenvolken overal te poten. Overal volken te plaatsen. Wij pachten grond van natuurmonumenten, Gelders Landschap, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Gelders Landschap. En overal werken wij aan bodemleven. Bodemleven is een van de meest essentiële beginselen om gezonde planten, gezond wortelstelsel, gezond zuurstofgehalte, geen zuren en gezonde basis in de grond te krijgen. Voor uw beeldvorming, wij hebben ongeveer een 2200 koeien en wij doen wat lamsvlees en daarnaast de bijenvolken. Wij hebben daarnaast een wijngaard, een biologische wijngaard en wij werken met 21 mensen. Het is begonnen in geloof. En misschien kent u Corrie ten Boom wel. Corrie ten Boom was een van de mensen die opgesloten was in de oorlog, in de kampen. En zij was een grote optimist. En zij is voor mij ook een heel groot voorbeeld. En zij had in een van haar boeken geschreven: verandering begint als je een krijtje pakt, je maakt een cirkel om je voeten en je stapt eruit. Het liefst had ik jullie allemaal een krijtje gegeven vandaag, om misschien te blijven herkennen, als je dat krijtje in je broekzak hebt, hoe kan ik de eerste verandering laten plaatsvinden in mijn leven? Ik ben nog lang niet wie ik wezen moet. Ik ben nog steeds onderweg. Maar ik ben ook niet meer wie ik was. En ik hoop dat u, als u naar deze inspiratie van vandaag hetzelfde kunt zeggen. Ik ben niet meer wie ik was. Ik ben nog niet meer wie ik wezen moet. Maar ik ben onderweg. En wij zijn 15 jaar geleden begonnen, die stierkalveren. Wij hadden het slogan, man in de pan. Gelukkig voor de vrouwen, de man in de pan. De vrouwen waren voor de volgende generatie melkproductie en de stiertjes, die gingen wij, zoals we dat noemen, afmesten. Dan zult u zeggen, bent u zo'n boer van blauw-wit-rood? Nee, ik ben een boer van rood-wit-blauw. Ik heb nergens last van wat er op het moment gebeurt, omdat wij proberen alles in balans te houden. Ik had net over de grond, de gezonde grond. Wat doen wij in het circulaire of in het kringloop? Al onze dieren liggen op potstallen. Potstallen betekent dat ze niet op roosters liggen, maar op stro. En ik gebruik geen stro van gerstenstro, maar ik gebruik het riet van de rieten dekens van boerderijen die afgebroken worden. En dat riet is hol en dat komt onder de koeien. Wij krijgen ook van de Loosdrechtse plassen het riet wat niet gebruikt kan worden als onderlegging voor de dieren. Het is hol en het is stikstofabsorberend. En hoe houden wij onze kringloop? Doordat wij, zeg maar, koeien in verhouding tot grond hebben. Krijg jij van mij een krijtje? Als wij de koeien, zeg maar, in het land hebben, zoals u hier op de foto ziet, wij hebben toch ook heel veel koeien ook in de natuur lopen. En de koeien die in Nederland door heel veel boeren worden gehouden, die lopen het meest op Engels rijgras. Dat is heel rijk eiwitgras. En we hebben één doel voor ogen, dat de koeien zoveel mogelijk melk produceren. En wij hebben een ander doel voor ogen, dat het dier op een natuurlijke manier mag groeien en in de natuur loopt, in de bossen. Dat is ook een nieuw Europees beleid. En wij zijn, dat is wel leuk, en dat is, ik hoop niet dat het hoogmoedig overkomt, maar wij zijn de eerste boer in Europa met een groene footprint. Dat betekent dat al onze voeding bij onze boerderij vandaan gaat uit de omgeving, dat wij geen gersten en granen uit buitenland hoeven te halen, maar dat wij helemaal zelfvoorzienend zijn. Dus wij groeien in balans, zeg maar, met grond en koeien. En wat is voor ons voor bodemleven zo belangrijk? Als die grove mest, dat riet, onder de grond komt, komt er zuurstof in de grond. De zuurstof in de grond is nodig voor nieuw bodemleven. Voor maden, libelles, gewone vogels, roofvogels. Maar het leuke is, toen de vogeltelling in Nederland was, hadden wij de hoogste aantal vogels boven onze grond zitten. En dat komt door een gezond bodemleven. Dus het is niet alleen voor de vogels, maar voor de bodem en voor ons allemaal.
Wat doen wij dan anders dan andere boeren, waar de boeren ook naartoe gaan? Wij hebben bij al onze akkerbouw allemaal eetbare planten staan. Die bloeien en al die eetbare planten die kunnen mensen ook plukken en eten. We hebben daar posters, zijn we daarvoor aan het maken, dat mensen weten welke planten ze gewoon kunnen eten uit de natuur. Test, 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 ja. Dat betekent, die eetbare planten, die doen wij niet alleen voor de consument die langskomt, maar juist ook voor de bijenvolken. We hebben overal zonnebloemen, we hebben overal perzikkruid, we hebben overal allerlei soorten bloesems staan, dat de bijen, dus zeg maar, hun volken steeds hun suikers, hun honing kunnen ontwikkelen. Halen wij dan de honing eruit, 's winters? Nee. Wij laten de honing in de korven zitten, want het is eigenlijk de reservevoedsel voor de bijen om de volgende zomer weer alle planten te kunnen bestuiven. Dus we doen het niet voor de honing, dat is de voedselvoorraad die we laten zitten, dat de bijen het leven kunnen houden. Zodat we een gezonde biodiversiteit, ik heb net een mooi nieuw woord geleerd, nog bedankt, kunnen handhaven. Dat laten wij dan ook staan. Dus het vogelleven, het bodemleven, maar wat doe je met die koeien dan? Want je zegt dat je geen vegetariër bent, klopt. Wij maken wel verschillende modellen van burgers. Net had ik hier die man die van die oester zwam. Wij hebben wel de paddo-burgers. Ik ben geen zwevend figuur. Ik ben gewoon een nuchtere figuur. Test, test, test. Wij hebben dan voor een groot percentage ook paddenstoelen in onze burgers zitten. Maar wij verbouwen ook pastinaak. Dat doen we ook 30% groente in onze burgers. Dus we zijn steeds wel vernieuwend en innovatief bezig. Nou, dat dier, dat heeft natuurlijk een mestuitstoot. En een grote discussie is niet de CO2 of de stikstof, de methaanuitstoot. Maar in mest zit natrium, kalium en fosfaat. Dit heeft elke vegetariër nodig om een groene plant te kunnen eten. Dus wij werken mee aan de vegetariërs en de veganisten. Maar hoe doen we dat dan in de plantenteelt? Wij hebben ook een wisseltilt. Dat noemen we regenererende landbouw. Wij hebben dus de planten, niet alleen Engels rijgras, waar eiwit in zit. Maar wij hebben wisselteelt in onze, over onze landerijen. De ene plant geeft stikstof, bijvoorbeeld een klavertje 3 of een klavertje 4. Die geeft heel veel stikstof van juli tot augustus. En dat geeft hij door aan andere planten. En zo hebben we planten die fosfaat geven. En zo hebben we planten die kalium geven. En deze drie elementen zijn nodig om groen te doen ontwikkelen. Dus wij bestuiven met de planten die wij in de wisselteelt, dus gewisseld in de grond hebben, bestuiven ze elkaar. En onkruid bestaat bij ons niet. Onkruid is een kruid op een plek waar u het niet wil hebben. Een viooltje bij u in de tuin of een balkon, dat noemt u een bloemetje. Als die bij mij in het land zou staan, zou een boer zeggen, hey, je hebt er onkruid staan. Nee, dat is geen onkruid. Onkruid is een kruid op een plek waar je het niet wil hebben. Maar het is gewoon een gewas. En door de variatie aan gewassen die wij hebben, krijgen wij enorm mooi, gezond vlees. Want als je alleen maar één soort eet, als je nou alleen elke dag shawarma eet, dan weet je 3 weken later nog dat je shawarma hebt gegeten. Als je één soort gras eet, dan kweek je ook iets, waardoor zeg maar, kruiden die een genezende werking hebben op de dieren, zeg maar, die haal je weg. De veearts bij ons op de boerderij gaat letterlijk dood. Die kan bij ons de kost niet verdienen. Omdat wij proberen met gewoon de genezende kruiden de dieren gewoon op de been te houden. Bij ons hebben we ook een hele gezonde balans in de hemoglobine. Je weet, je hebt soms in kalfsvlees, dat noemen ze wel blank kalfsvlees. Dat is dieren eigenlijk onthouden van voeding waar ijzer in zit. En dan zeggen jullie, oh dat is lekker zacht vlees. Ik kan mijn kunstgebit op tafel leggen, wat een lekker zacht vlees. Ik durf te zeggen, al het gezonde vlees is rood of rosé. Dat is gewoon ijzer wat in het bloed moet zitten. Een gezonde verhouding van witte en bloede, rode bloedlichaampjes. Goed, dan is dat dier natuurlijk groot. En dan moet dat vermarkt worden. Nou, waar gaat dat heen? Doordat wij alles, zeg maar, eigenlijk de hele kringloop in onze hand hebben, mogen hebben. Doen wij zelf ook, zeg maar, onze klanten voorzien. En een van onze klanten is AFAS. Die meedenkt, want ik kan geen halve koe slachten. Ik kan niet alleen rosbief van hen verkopen, ze moeten ook gewoon gehakt eten. Anders kun je bij ons geen klant worden. Dus wij moeten zorgen dat die hele verwaarding van de koe plaatsvindt. Dat is natuurlijk niet alleen vlees. Want vlees is maar een gedeelte. Er zit ook een huid aan. Die gaat naar Van Bommel. Van Bommel, schoenen kent u misschien wel, tassen,
riemen, leren. Er komt een nieuw merk van Bommel op de markt van biologisch leer. Zo grappig. Dat komt bij ons vandaan. Daarnaast zeg maar alles wat u niet eet en toch voedingswaarde heeft. Wij zijn geen boer die werken aan maagvulling. Wij zijn boeren die werken aan voeding. Gezonde voeding. En onze hoogste doel is dat onze nieuwe generatie ook nog een gezond leven mag hebben. En hoe doen we dan met de restverwerking? Nou, dat hebben wij een aparte tak voor. Dat heet DARF, Dynamic Raw Food. Dat betekent, zeg maar, biologisch hondenvoer. Wat doen we met de botten? Nou, misschien heeft u wel, misschien weet u het al lang, maar bisonkit is een lijm. Kit uit botten. De botten wordt lijm van gemaakt. Daarnaast hebben wij, zeg maar, de jus de veau. En wat doen wij verder dan circulair? Wij nemen de restverwerking van de zonnebloemen die wij poten, zitten schil aan. Die eten de koeien ook. Alles wordt hergebruikt. Er is niets wat wij niet gebruiken. En als u straks een vraag geeft, hoe doe je het daarmee? Hoop ik dat ik volmondig antwoord kan geven op uw vraag. Verder hebben wij een grote horeca-aandeel. Zorgcentra's, grote ketens, die eigenlijk steeds duurzamer willen. Sinds kort zijn wij de eerste boer in Nederland met 4 sterren. En dat betekent duurzame landbouw. Wij verwerken bijvoorbeeld ook biologische rijstwafels die overblijven bij producenten. Of die afgekeurd worden voor de consument. Wij hebben een aantal mensen met een beperking die pakken al die rijstwafels bijvoorbeeld uit. En dat gaat bij ons ook in het voer. Daarnaast halen wij warmte uit de mest. Onze slagerij, we hebben een EEG-uitsnijderij, slagerij op de boerderij. Het warme water komt al binnen met 37 graden. Om u gewoon met uw boerenverstand op afwas te mogen zetten, was nooit hoger af dan 37 graden. Ik ga u helpen. Een ei gaat koken van een kip boven de 37 graden, dan gaan de eiwitten stollen. Dus als u hoger dan 37 graden afwast, gaan de eiwitten op uw borden stollen. Dus altijd op lichaamstemperatuur afwassen en daarna heet afspoelen. De mest, die laten wij liggen. Wij zeggen, wij werken van boer tot bord. En de mest laten we eigenlijk gewoon een jaar lang liggen, composteren. En die mest, dat wordt van organische stof, werkt naar anorganische stof. En die komt niet dieper dan 15 centimeter onder de grond. Om het bodemleven te sparen en bodemleven te ontwikkelen. Ik moet even op mijn speakbriefje kijken wat ik vergeten ben. Of ik nog wat wil zeggen. Warmte uit de mest. We gebruiken geen kunstmest. We gebruiken geen pesticiden. Waarom niet? Pesticiden zijn ten nadele van bijenvolken. Een bij raakt een stuk van zijn hersens kwijt en zijn oriëntatie kwijt als wij gif spuiten. Dus wij zijn anti-gif. Wij geloven ook, als wij antibiotica en medicatie geven, dat de dieren, zeg maar, geen gezonde weerstand zelf opbouwen. Wat doen we dan met een ziek dier? Laten we die sterven? Nee, die zet ik gewoon in quarantaine. Als mijn kinderen weekendse wezen stappen en ze komen om 5 uur 's morgens binnen, mogen ze van mij geen Finimal of Saridon of medicatie. Ze moeten van mij koppijn hebben om de volgende keer hun verstand te gebruiken. Goed. Het voeren van buitenbeentjes. U ziet daar die mand met die aardappels. Dat doen wij dus ook. De buitenbeentjes zijn de aardappels die u, zonder dat ik u wil kwetsen, waarschijnlijk niet eet, omdat u zegt, er zit een streepje in, een pitje of een dingetje in. Die consumeren wij wel gewoon thuis in ons gezin. Ze hebben bij ons weinig keus, ze eten wat de pot schaft, ze eten met de koeien mee. Maar wij hebben tonnen, er gaat 20 miljard voedsel in Nederland verloren per jaar, 20 miljard kilo, u hoort het goed. Verloren, omdat wij een beetje te oververwend zijn. Inclusief mijzelf, ik wil niemand kwetsen. Maar als wij ook gewoon zouden gaan eten waar een pitje op zit, zouden wij misschien ook al uit het kringetje kunnen stappen en zeggen, hé, ik ga er toch anders naar kijken. Ik probeer mijn nieuwe generatie daarom wel op te voeden. Even kijken. Nou, wij importeren dus geen soja, gerst of granen uit buitenland. En wij zijn eigenlijk, we weten duidelijk waar alles vandaan komt. En als ik wel medicatie moet gebruiken, waarom ben ik anti-medicatie? Mijn vader is overleden aan suikerziekte en kwam in het ziekenhuis.
En toen zeiden ze, hij heeft een immuniteit. Hij heeft een ziekenhuisbacterie. Maar ik vroeg aan die arts, wat is een ziekenhuisbacterie? Wat is een algemene bacterie? Dat is een niet aanwijzbare bacterie. Maar het kwam eigenlijk hierop neer, dat als u eet waar medicatie in zit, als ik een koe antibiotica geef, blijft het 3 maanden daarin hangen. Als ik het dan binnen die 3 maanden slacht, dan heeft u de antibiotica binnengekregen waar u niet om gevraagd heeft. En ik denk dat ons rentmeesterschap, laat ik het voor mezelf invullen, is niet alleen goed zorgen voor mijn gezin en voor ons die ons dierbaar zijn, maar ik denk een gezond rentmeesterschap is de kringloop en het gesloten circuit soms heel eenvoudig houden. En dat betekent voor mij God liefhebben en je naaste als jezelf en dat in de praktijk brengen in wie je bent en wat je mag doen. Dank u wel.